Slechts 38 senatoren stemden voor de nieuwe orgaandonatiewet. Is deze meerderheid niet veel te klein? Welkom bij uitgelicht. Goedenavond, na weken debatteren stemde de Eerste Kamer afgelopen week voor de nieuwe donorwet. In de studio Diederik van Dijk, senator voor de SGP. Goedenavond, meneer Van Dijk. Goedenavond. Voordat we erover gaan praten over die nieuwe wet, eerst even Ruud Lubbers, de oud premier, overleed deze week, afgelopen woensdag in Rotterdam. Wat betekent hij voor het land, in uw optiek? Ik denk dat hij veel voor het land heeft betekend. Het was de premier van mijn tienerjaren, ja. om hem eventjes te plaatsen. Uh, en ik heb hem zinnoeg wel scherp op het netvlies. Je, je zag hem dagelijks op het nieuws of je hoorde hem. Uh, en voor mij was hij toch wel de premier van het no-nonsense beleid. Die in Nederland, toen we er financieel-economisch slecht voor stonden. toch weer uit die recessie heeft getrokken. Ja. Mensen uit de bijstand. Uh, en zo was het ook wel populair, ook in ons gezin, kan ik me wel herinneren. Mm. No-nonsense, uh, werken als je dat kunt, inderdaad. Al hoor ik mijn vader ook nog wel klagen over zijn wolligheid en hem opmerken: typische CDA. Er. Hij praat en praat, maar je hebt geen idee wat hij nou eigenlijk wil waar het, en waar ja. hij naartoe toe gaat. Ja, maar dat dus, non is no-nonsense, een typische Rotterdammer in die zin? Ja, aanpakken. Het ja. was toch ook echt een manager. Uh, ik zou hem ook zo willen typeren: een premier zonder ideologie een manager, een goede manager, aanpakken, uh, uh, mensen bij elkaar brengen... om datzelfde doel uh, te bereiken. Namelijk ja. Nederland weer financieel, economisch gezond maken. Ja. Toen hij aantrad, was hij de jongste premier uh, ooit. En nog steeds, want uh, onze huidige premier trad iets later aan Inderdaad. in leeftijd. Ja. En hij is ook de langzittende premier Klopt. ooit van drie kabinetten. Klopt. Ja, een prestatie van je welste. Zeker ook wel in die, die uh, moeilijke tijd, denk mm -hmm. ik. Um, ja, daar stond ook bekend om iemand met veel uithoudingsvermogen... En volharding. Uh, erg intelligent. Um, ja. En die in ook hele verschillende vleugels aan zich wist te binden. Ja. Uh, het CDA ook groter heeft gemaakt dan ooit in die tijd. Ja, 54 zetels. Uh, ja, ooit Ongekend inderdaad. Ook heel veel mensen aan zich weten te verbinden. Uh, ook buiten de, ja, de traditionele CDA-achterban. Ja. Maar mensen die, uh, ja, zoals ik net al zei, uh, vooral zijn no-nonsense aanpak erg waardeerden. Ja, wat denkt u dat zijn grootste verdienst is geweest voor... De Nederlandse Ik, politiek? Hij was in die zin misschien toch wel de juiste man op de juiste uh, plek. Na ook een hele uh, gepolariseerde politieke uh, tijd, zeg maar, rond Joop den Uil en alles, zeg maar. Mm -hmm. um, Nederland was, zoals hij terecht ook zelf zei, wel de zieke man van Europa. Het aantal bijstandsgerechtigde uh, mensen in de WO wat uh, uit de klauw liep. Ja. Um, en hij heeft met zijn no-nonsense aanpak uh, wel mede detail kunnen keren. Hij ja, is ook bekend van de, van de kruisraketten. Uh, de posteling de ja, ja, daarmee die moesten gestationeerd worden in Nederland. Ook dat was natuurlijk een heel sterk politiek staaltje. De besluitvorming net zo ver voor uitschuiven... Tot het, als het ware, het probleem opgelost was. Ja. Uh, ja, daar was hij toch wel een meester in. Ja. Een politiek gevoel, een doordauer, inderdaad. En uh, ja, ergens is hij ook knap. Het is tegelijkertijd, moet ik ook zeggen, wel de man die uh, de baas heeft gelegd voor een aantal compromissen rond medisch ethische thema's, zoals euthanasie. Uh, ja, hij heeft daarmee ook wel openingen geschapen. Uh, waarvan ik natuurlijk zeg als SGP senator hmm. die opening hadden we beter uh, uh, niet kunnen ja, maken. zijn erfenis. Uh, zijn erfenis is nog ja, steeds... we zien nu waar we uit zijn gekomen. Ja. Uh, we hebben daarmee ook van een helm vlak betreden. Uh, ja, alleen dat was ook kenmerken voor hem. het was een christendemocraat. Maar uh, om het zo moeilijk te zeggen, uh, hij liet zich daar bepaald niet op voorstaan op ja. die uh, christelijke overtuiging. Ja. Het was een aanpakker. Wat dat betreft is misschien deze week ook al een, een week die in de geschiedenisboekjes komt, want de eerste kamer waar u lid van bent stemde in met de nieuwe orgaandonatiewet. Inderdaad. 38 voor, 36 tegen. Ja, dat was spannend. Ja. Uh, ja, dat er een kleine meerderheid aankwam, dat hing al wel een heel klein beetje in de lucht. Mm -hmm. uh, zeker toen we merkten dat de PvdA met een eigen motie kwam, die het uh, zou lijken te gaan halen. Ja, wij kregen wel het vermoeden van, nou, dit gaat wel benut worden, die ja. motie. Als een soort, ja, je kunt zeggen, uh, doekje voor het bloeden of schaamlapje. Ja, toch zou je kunnen zeggen, uh, 38, 36, dat scheelt maar twee... Over zo'n belangrijk onderwerp, de helft van de bevolking ja. is daar dus tegen. Nee, dat, zo zou je dat uh, kunnen zeggen. Even uitgaan dat de politiek in die zin precies een afspiegeling is van de maar was van in de bevolking. Kamer dat was in de Tweede Kamer ook zo sterk nog. Daar was eigenlijk geen meerderheid. Ja. Alleen omdat de zekere uh, partij voor de dierenkamerlid uh, niet aanwezig was, haalde ja. het wetsvoorstel het. Dat is ja, gelet op de ingrijpendheid van dit thema, waarbij er ook grondrechten in het geding zijn, ja. eigenlijk wel een ontzettend kleine meerderheid ja. en uh, uh, formeel juridisch. Allemaal correct gegaan, wat dat betreft. Ja, maar, maar je kunt je, je vragen... Dan... moet je dit niet eigenlijk met een soort tweederde meerderheid uh, goedkeuren? Alleen ja, dat is aan de orde. Als er een grondwetswijziging aan de hand is. Uh -huh. Dat was in niet het geval. Al is mijn stelling wel dat hiermee een grondwetsartikel, artikel 11 onaantastbaarheid van het lichaam, wel op een riskante manier is uitgehold. Ja. Uh, en daar maak ik me wel zorgen over. En dat vind ik ook het enige manco toch wel van het debat, ook van de Eerste Kamer. Dat die notie van hoe ver strekt nou eigenlijk de bevoegdheid van de overheid. en komt ze hiermee niet in de persoonlijke levensfeer van mensen. Ja. dat debat is in mijn ogen onvoldoende fundamenteel gevoerd in de Eerste Kamer. Ja. Ook daar ging het te gauw over het idee van ja, er is een tekort aan organen. Hoe kan de overheid dat oplossen? Maar is dat de plek in de Eerste Kamer? Of zou dat in de Tweede Kamer zo'n debat meer gevoerd moeten worden? Ik, in de Tweede Kamer kan ik me meer voorstellen. Dat er wordt gekeken van, ja inderdaad, hoe lossen wij dit nou eigenlijk praktisch op? Ja. Maar juist de Eerste Kamer, daar vind ik dat zo'n afweging van... hey grijp we hier niet te veel in, in de persoonlijke levensfeer van mensen? Uh, nemen we hiermee artikel 11 van de grond wel voldoende serieus? Ja, ja een Eerste Kamer die zichzelf serieus neemt, had hier het punt van moeten maken. En ja. helaas is het daarvan onvoldoende gekomen in ja. mijn ogen. Een effect van, van deze week uh, kunnen we zien bij de donoregistratie. Uh, ja. Meer dan 30.000 mensen hebben nu nee ja. geregistreerd. Nee, dat, dat lag ook een beetje in de lijn van de verwachting. We hebben het gezien nadat het de wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer, dat er ook toen duizenden ja. uh, nee-registraties naar binnen kwamen. Uh, ja, hoe het per saldo uitpakt, moeten we nog afwachten. Het is allemaal mm. nog heel erg vers. Uh, in ieder geval veel meer mensen registreren zich inmiddels. Ja. Ja, er zal ook een deel tussen zitten wat wel ja zegt. Dus hoe het per salde uitpakt. Dat zullen we goed moeten evalueren. Maar het is een risico waar ook in het debat op is gewezen. Deze wetswijziging kan averechts uitpakken. Ja. Dus we moeten dit wel heel goed volgen. Oké, okay, want het wordt pas in 2020 ingevoerd. Klopt. Dat ja, duurt het is niet inderdaad volgend nog jaar al. Nee, klopt. Inderdaad. Ja, ja dat is ja. waar. Nou, we gaan zien hoe zich, dat, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik ben benieuwd. We ja. gaan even naar de, de eenverdieners. Het CPB kwam met een rapport uh, waarin bevestigd werd wat SGP eigenlijk altijd al zegt. Eenverdieners betalen veel meer belasting dan tweeverdieners. Ja. Dus ja. nu steun vanuit... CPB, hoe? Hartstikke mooi. En uh, ontzettend mooi, want hoe meer steun er is om dit schandalige punt aan te pakken, hoe beter. Schandalig, uh, zeg. Schandalig, vind ik. Ik vind het een heel mooi bruggetje dus eigenlijk van die orgaandonatie nu naar de eenverdieners. Ja. Want in allebei de gevallen zie je dus in het ene geval... Uh, bemoeit de overheid zich met jouw organen? Mm -hmm. In het andere geval wil de overheid meer of meer voorschrijven hoe mijn vrouw en ik de zorgtaken moeten verdelen. Terwijl dat, dus, dat tot uw persoonlijke vrijheid dat hoort, behoort. Precies. Ik. overheid is natuurlijk een heel nuttig instituut. Zeker vanuit christelijke traditie ja. uh, kijken we daar heel uh, uh, waardevol tegenaan, zogezegd. Maar voor de overheid geldt wel, uh, blijf uit mijn lijf en blijf uit mijn huis. En ik vind dat hier de overheid wel een, uh, uh, wat grenzen passeert waar ja. ze achter zou moeten blijven. Maar u hamert hier al jaren op, ons SGP. Ja. En je zou toch kunnen zeggen: door een simpele belastingmaatregel is dit op te lossen. Dat, uh, <laughs> als die wil er zou zijn, zou dat lukken, inderdaad. Alleen je hebt hier wel te maken met een ideologie, vooral vanuit de VVD, vanuit D60. Uh, vrouwen tellen pas mee, moeders zijn, worden pas serieus genomen als ze hun talent op de arbeidsmarkt besteden. Mm. En opvoeding, et cetera, uh, wordt dan blijkbaar als uh, tweede rang gezien. Ja, ja. daar komen ook die betitelingen vandaan als uh, subsidies en noem maar op. Ja. Uh, nee, ik noem dat inderdaad schandalig. Maar nu is er een kabinet wat voor de helft christelijk is. Ja. CDA, ChristenUnie. Inderdaad. Verwacht nou ja. u daar meer van? Daar verwacht ik zeker meer van. Uh, en ik weet ook dat in ieder geval de ChristenUnie... en misschien in wat mindere mate het CDA... Mm -hmm. natuurlijk wel pogingen doen om het tijd te keren... Maar ze zullen moeten opboksen tegen een hele uh, sterk, sterke, ideologisch geladen uh, partners ja. als, uh, van de uh, VVD. Uh, in het bijzonder. En deze 60 natuurlijk. Ja, terwijl ja. de meeste eenverdieners is bewezen bij de VVD. Zit klopt, het. klopt. Hier zie je daar dus ja. uh, wat ideologische verblindheid kan doen. Ook bij uh, politici, waarvan je beter zou mogen verwachten. Ja, ja. u zei eigenlijk, het is meer een, een fundamentele kwestie, ook, persoonlijke vrijheid. Ja. Verwacht u meer stappen op dit terrein, dat de overheid wil ingrijpen. In ons persoonlijk leven? Nou ja, uh, dat is natuurlijk al... Uh... In zekere zin veel langer aan de gang. Ik heb er ook op gewezen tijdens het debat over de orgaandenatie. Uh, vroeger werden vooral christenen van beticht, van betutteling en bevolking. Ja. Maar vandaag is de overheid. Hè, als jij te vet eet, de overheid bevordert gezond voedsel. Wil je een sigaartje opsteken in de restaurant? De overheid dooft hem. Uh, denk je wat de zwart-wit? Dan krijgen de NOS over je heen, inderdaad. Uh, bewegen we te weinig? De overheid stimuleert dat we gaan bewegen. Mm. Het komt allemaal heel erg dichtbij. En soms denk je een... wel eens, we hebben de overheid. We hebben God op een bepaalde manier buiten de deur gezet. Ja. En de overheid mag nu die plek gaan innemen van God. En ons ongeveer gaan voorschrijven en inleiden hoe wij ons leven moeten gaan leiden. Ja, want dan zou de overheid ook uh, ultiem aan het geloof kunnen komen. Dat is ook nog een risico. Ja, goed, dat zien we bij discussies rond artikel 23. We zien het soms ja. rond discussies van uh, de besnijdenis van jongetjes. Of zelfs mm. de doop, inderdaad. Uh, dat de overheid daar ook al meningen zich over begint te vormen. Ritueel slacht. Uh, ritueel slacht is of een voorbeeld, inderdaad. Dus ja, de overheid komt op heel veel. Wel heel dicht op onze huid. Hmm. En ik vind het ook best een taak van de christelijke politiek om daar stevig de vinger bij te leggen. De overheid moet haar plaats weten. En er is een persoonlijke vrijheid, een eigen verantwoordelijkheid waar de overheid buiten moet blijven, en ja. ook de publieke opinie. Dus uh, die, ja, het zijn wat conservatievere noties. Maar die mogen wel uh, overeind houden, wat mij betreft. Oké. Okay. We gaan even naar het laatste onderwerp. Minister Zelstra, die trad uh, deze week af. Gebeurde weliswaar in de Tweede Kamer. U bent lid van de Eerste Kamer, maar u bent er nou uh, uh, bij betrokken. Hij loog over een ontmoeting met Poetin. Ja, nee, een persoonlijk drama. Natuurlijk. Ja. Uh, tegelijkertijd het opstap was ook wel onvermijdelijk. Uh, ja, Zoiets uh, kan niet. Zoiets kan niet inderdaad. En uh, hoe dan ook uh, de werkelijkheid was, hij was aangeschoten wild. Nou, dan juist in dat internationale politieke krachtenveld waarin een minister van uh, buitenlandse zaken opereert. Waar het wemelt van de bloedhonden. Mm -hmm. Ja, dat is niet zo handig als je aangeschoten bent. Dus het opstappen was onvermijdelijk. Maar wel uh, opvallend, Poetin wordt genoemd bij de Russische verkiezingen. Poetin is hier nu ingemengd. Yeah, terwijl yeah. Poetin eigenlijk niks doet. Nee, het is, uh, het is apart, dat ja. klopt. Uh, en tegelijkertijd, ja, juist die Russische connectie die u noemt, uh, ja, speelt hierbij een belangrijke rol. Ja. Er lopen natuurlijk hele gevoelige dossiers, zeker de MA17 inderdaad. Wij beschuldigen heel vaak vanuit Nederland, Rusland, van het verspreiden van nepnieuws. Ja, nu geven we het als we op een bochtje aan hun, uh, dat wij ons net zozeer schuldig maken aan ja. nepnieuws. Dus ja, het geeft aan, zelfs toch wel zo kwetsbaar geworden op dit terrein, ja. uh, gezag, geloofwaardigheid kwijt. Ja, dan heeft hij de juiste conclusie getrokken en is hij opgestapt. Ja, toch vond Rutte dat hij kon blijven zitten, want het was een zonde, maar geen doodzonde. Dat, uh, ik, ik snap die redenering. Hij heeft ook niet gelogen als minister. Hij ja. heeft de Kamer niet bedrogen, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Um, dus het had wat dat betreft, kan het een gepaste afweging zijn. Ja, is het nou zo zwaar mm. dat hij meteen weg moet? Alleen, ja, je hebt ook te maken met de werkelijkheid. Over de hele wereld gingen de beelden rond van de liegende... Nederlandse minister van ja. Buitenlandse Zaken, dan is je gezag, je geloofwaardigheid, dus op al die internationale fora van de NAVO tot Rusland tot de EU is gewoon weg en ja. aangetast. En dat blijft je achtervolgen. Ja. Dus dan moet je schoon schip maken, en dat is nu gebeurd. Ja, Die reputatie van Nederland, heeft die, die, die schade opgelopen door nou, dit voorval? Uh, dat zou ook. Nee, eigenlijk heeft Nederland laten zien. Wij nemen uh, onwaarheden zo hoog mm. op dat je weg moet. Nou, en in die zin geldt natuurlijk wel, daar kunnen heel wat landen een voorbeeld aan nemen. Dus nee, ik vind dat het nu is uh, opgelost, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, er is schade geweest, maar die hebben ook wel op een hele kordate manier, denk ik, hiermee hersteld. Ja. Althans, dat hoop ik. Voor Rutte is het al de zesde vertrouweling die hij kwijtraakt. Het gaat hard. Ja, uh, ja, ja. inderdaad. Uh, ja, uh, dus die vraag is natuurlijk ook heel vaak gesteld. Is hij nu niet ontzettend beschadigd? Ja, als ik ook al keek hoe hij het in het debat deed met een relativeringsvermogen en. Wat, ja. we van hem Wat we van hem kennen. Maar ja. uh, die kracht is die blijkbaar nog steeds niet kwijt. Okay. Er glijdt wel heel veel van hem af. Uh, en het lijkt erop dat hij toch weer vol goede moed en energie ja. verder gaat. En dat hij daarvoor het ook nog weer de credits krijgt. Ook toch van een belangrijk deel van de politiek en eh, vanuit de bevolking. Ja, dus ja. Uh, ik zie hem nog wel een poosje doorwandelen op okay. deze wijze. In afwachting van een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken neemt de D66-minister Kaag de zaken waar. Ja. Uh, niet bepaald een vriendin van de SGP, zal ik maar zeggen. Nee, uh, dat... Kun je nou terechtstellen. Ja. Uh, en dat betreft vooral natuurlijk haar houding opzichte van, uh, van Israël. Uh, de manier waarop zij, ja, we weten, Trump heeft geprobeerd de druk op de Palestijnen te verhogen... Mm -hmm. door juist subsidies en steun in te trekken. Nou, Kagen stond te popelen om dat als het ware weer ongedaan te maken. Ja, ja dat zijn dingen die we even de SGP uh, slecht kunnen waarderen. Dus wat mij betreft wordt die overgangsperiode zo kort mogelijk... En komt daar een hele goede vervanger die vooral ook pro-Israël is. Pro-Israël? Zeker. Heeft u daar een naam bij? Een voorkeur? Uh, een voorkeur? Nou er zijn inmiddels ook heel wat namen uh, gepasseerd dus uh, ik kan er maar één ding met zekerheid over zeggen. Ik vermoed dat het een VVD'er gaat worden. Ja, Anten Broeke? Ante Broeke, die naam wordt genoemd uh, als het gaat om zijn Israëlvisie zodat een hele goede zijn. Uh, bekwaam Kamerlid uh, dus uh, ik vermoed dat hij het zou worden, dan uh, heeft hij de credits van de op dit terrein. We gaan het zien. Dank voor uw komst naar de studio in dit gesprek. Diederik van Dijk van de SGP. Graag dit was uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Maandag bij leven en welzijn zijn we er weer. Goed weekend en graag tot dan. Dag.